Flip. Ja, man. Goeienacht, jongen. Goeienacht. Hoe is het met je? Ik vermaak me wel, ik zit in de auto, weg naar huis. Ik moet zeggen, je klinkt vrij nuchter onder wat je net stuurde, je sms'je. Ja, nee, goed. Het is alweer een tijdje geleden en kan heel moeilijk over doen. Misschien neem je op, hè? Ja, een tijdje geleden, januari. Ja. Weet je, ik ben aan het werk in de horeca. En ik ben elke dag druk bezig. Ik heb ook niet heel veel tijd om bij stil te staan. Jij wil een liedje aanvragen voor je broer. Dat is correct. Vertel eens. Nou, hij is in januari, hij zou in maart 27 worden. En in januari heeft hij zichzelf van het leven beroofd omdat hij het niet meer zou zitten. De druk om zijn leven en daarbij heeft hij een vrouw en twee kinderen achtergelaten. En dat was allemaal heel heftig. En op zijn begrafenis heb ik het nummer van Bluff Harder Dan Ik Hebben Kan hebben gedraaid. Niet alleen omdat ik het tekst een mooi nummer is, maar ook omdat hij Bluff erg goed vond. Jeetje, dus man. Vandaar het nummer. Heftig. Ja, dat was zeker. Is het niet moeilijk om dat dan nu zo te vertellen? Als je dan alleen in de auto zit? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik heb ik weet niet, ik ben er altijd wel vrij nuchter onder geweest. En hoe is dat nu? Ja, natuurlijk heel erg, maar hoe gaat het nu met zijn vrouw en twee kinderen? De mensen die dus direct achterliet ook? Ja, goed. Kijk, de oudste is nu wordt bijna 3 en de jongste is 1, dus die heeft niet veel meegemaakt. Maar ja, die moet ook door, die kunnen niet veel stil bij staan, want kinderen die moeten allemaal opgevoed worden. En die moet door, want je kan er niet anders mee. Nee. Dat is allemaal, ze trekken het om zich wel goed vonden, maar je kunt ook niet anders. Nee. Weet je wat ik altijd zo moeilijk? Ik weet, op dit soort momenten weet ik totaal niet wat ik moet zeggen, Flip. Ik weet niet wat ik moet vragen, wat ik moet zeggen, want het klinkt allemaal raar. Ja, nee, goed, dat was het ook, weet je. Mijn broer, ik ben altijd heel goed met hem opgegroeid. En hij was wel een hele toffe kerel en hij was echt een grote broer voor mij. Ik ben 7 jaar jonger. Het kwam gewoon out of the blue, zeg maar. Ja, de mensen die dichtbij stonden, stelden je het minst aan, blijkbaar. En niemand is het aangekomen, dus voor ons allemaal heel raar geweest. Maar dat lijkt me zo vreselijk. Vooral omdat je dus zegt, kijk, je zag het niet aankomen. Hoe gaat het dan zo? Je kreeg gewoon een telefoontje en dat was het, Flip? Nee, de politie heeft mijn ouders afgeraden om niet te bellen voor het geval ik veel door dolle heen gaan. Dus ik was zoals zaterdagavond, dus ik was klaar met werken. Ik ga thuis een biertje drinken met een goede collega van me en had ik lol gehad en zo. En toen opeens stond een vriend van mij voor de deur midden in de nacht met zijn vriendin. En dat was heel raar. En die zegt, ik kom even mee naar buiten, ik moet je wat vertellen. En die vertelde dat van Xander, je broer, die is niet meer, hij is dood. En dat geloof je niet. Ik denk dat hij wel 5 keer gezegd zo. Jeetje. Nou ja, en goed. Toen ben ik weer terug naar huis gereden en vanaf daar is het verder gaan, zeg maar. Ja. Ja, kijk, Sander, we kunnen erover zeggen, we kunnen de woorden aan vuil maken, maar volgens mij kunnen we eigenlijk alleen maar doen wat jij ons vroeg. En dat is dat plaatje van Bluff draaien, harder dan ik hebben kan. Ik wil je, en ook namens Joey uiteraard, heel veel sterkte wensen, ook de komende tijd. En zorg goed voor zijn vrouw en zijn kinderen. Ja, dat ga ik zeker doen. En ik dank jullie voor het nummertje, jongens. Oké, nou zet hem lekker hard. Zal ik doen, fijne nacht nog. Ja, jij ook, man. Hoi. Yo, later.